En ook hier dus meteen uit de startblok. Met Polen daar even voor de Duitsers gaat kruipen. Waardoor Italië de gelegenheid krijgt om zich te positioneren op die eerste step. Twee ronden voor de dames. Met Valenzano, de Italiaanse, die daar de leiding neemt. Dan probeert Polen aan te kloppen en dan de Duitsers voorlopig op een derde plek. We gaan naar de aflossing. De eerste aflossing in deze wedstrijd. In deze halve finale. We kijken even mee. De Italianen, vlekkeloos. Polen van de achtervolging en dan Duitsland. We krijgen de laatste ronde. Duitsland probeert nu voorbij te gaan. Dus komt aan de Duitsers. Tijd speelt uiteraard een belangrijke rol. Eerste met 10 geplaatst. Italië, Duitsland en Polen. Italië hier op weg. Op een vrij simpele manier. Tweede plaats gaat naar Duitsland. En dan Polen als derde.